Die Rolls is van Gilles. Die vrouw ook. En dit parkje ook. Hebt hij er nog 12 van? Ja, van die parken. Van die vrouwen weet ik niet. Op de parken wordt groot onderhoud gepleegd. En zoontje Mark krijgt alle kutklussen. Ik weet niet waar de water vandaan is gekomen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het geld komt met bakken binnen en vliegt er ook met bakken weer uit. Zo kocht hij een tochtig opknappertje. En heeft hij een 30 jaar jongere vriendin. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar ze fluistert allemaal lieve woordjes. Ik kook elke dag voor jou en elke dag gezond. Maar zodra hij de deur uitloopt, dan douw jij helemaal vol met worstenbroodjes overal. Deze kapitale villa woont Petertje Gillis. Althans, voorlopig nog, want zijn kasteel staat in de steigers. Maar voorlopig ontbreekt het hem aan niks. Peter is namelijk stinkend rijk. Mag lekker laten opblijven als hij wil. En baat in luxe. Kat, schat? Hallo. Wat is dat nou? Ja. Weet je wel onder is? Ik heb een hotel. Ja. Alsjeblieft. Nou, ik kan het geloven. Je zegt tegen mij laatst, ik heb alles ontkalkt. Moet hier een trekkertje hebben staan. Die kon je dus even met mijn rug mee in, smeren. Met mijn rug, want ik krijg nooit bij. Moet je afval, hè? Nou, ik zit net naar mijn buik te kijken. Die is weer op die vogel. Waarom val ik nou af en wel ben ik niet? Ja, dat is maar even maar één reden. Ja? Dat ik discipline heb en jij niet. Hoezo discipline? Ja, discipline ja. Want als jij buiten de deur bent, dan zit je worstenbrood te eten en frikandellen speciaal en zo. Ah, ooit? Nee, niet ooit. Ja, hoezo? Schat, weet zelf waar je naartoe gaat. Elke, niet aan, elke zakenrelatie waar jij bent, heb je worstenbroodjes. Ik wil jullie handdoeken even. Jij neemt hier net mee aan de kast gezeten. Alleen daar aan. Ja, het is gewoon een stevige bouw, zware botten. Mm-hmm. Zeker. Ja. Op een van de parken van het Imperium woont zoontje Mark. En die heeft na 5 seizoenen Massa is Kassa geen zin meer om op zijn kloten te krijgen. Dus die pakt de boel nu heel anders aan. Discipline. Laserfocus. Dan werk ik het altijd voor 6 uur. Of om 6 uur of voor 6 uur. En dan is het douchen, klaarmaken, tanden poetsen, haren doen. Nee, ik ben niet. Mijn kam! Dan ben ik mijn kam kwijt. Dan heb ik het gisteren ook laten rijden met drie mannen. Kijk. Ja. Finishing touch. Nou ja, wordt toch representatief op te staan. Hè? Gegeurd in. Zo. Nu we toch zo huiselijk bezig zijn, Peter gunt ons een kijkje in de Hatzeflatshut. Dit is een slaapapneu-apparaat. Ik heb natuurlijk al 20 jaar slaapapneu. Ja, ik laat dit natuurlijk nooit zien. Misschien schaam ik me eigen er wel voor. Je slaapt toch met zo'n elastiek om je gezicht en... heeft natuurlijk ook te maken met je overgewicht. Ik denk dat half Nederland het heeft. Dan gaat je adem stokken en dan ben je eigenlijk heel vermoeid. Maar dan kan de overdag eigenlijk niks meer voordat ik dit apparaat had. Maar ja, ik schaam me er eigenlijk wel eens voor, want ik zal het wel eens even demonstreren. Hup. Zet je maskertje op. Hè. Nou, dan zetten we het apparaatje aan. Dan gaat hij blazen. Hè. Hij trekt gewoon zuurstof of lucht uit de ruimte. Nou, dat is de bedoeling dat je mond dicht houdt als je gaat slapen. Nou, geruisloos dus. Mijn paard Nicole heeft er ook geen last van. Ik ben helemaal herboren. In dit grauwe jaargetijde worden de parken weer klaargemaakt voor het seizoen.
reparaties, aanpassingen, inspecties. En zoontje Mark wil laten zien dat hij overal bovenop zit. Hij begint met een virtueel rondje langs de parkmanagers. Afspraken maken, weet je wel. En dreigende taal uitslaan. Goedemorgen, jongen. Het duurt zo lang voor dat op, ik ben al wakker. Jazeker, ik was hier al om 8 uur. Je ziet er waar ik zit, of niet? Ja, je zit op kantoor, dat zie ik wel. In kantoor? De directeurstoel, achterovergangen. Hey, over die verkeersdrempels waar we de vorige keer al overheen hadden. Ja, dit zijn de nieuwe drempels. Die kan je ook voelen, hè? Die is wat hoger. Oh ja. Het is maar goed dat ik nog niet gegeten heb. Nee, dat klopt. Oh, hier nog een drempel. Ja, dit is ook weer een van de nieuwe drempels. Ik heb er ook met z'n pap over gehad, maar naar onze mening liggen er te veel. Dus we gaan dadelijk eens even bepalen hoe of wat. En we gaan samen kijken waar ze wel of niet weggaan. Maar er liggen er te veel. Oh ja, in mijn optiek liggen er precies genoeg. Want er liggen alleen maar aan het begin van het park liggen de drempels. Ja, nee, wij gaan het straks samen alles beoordelen welk wel en welk niet. Jo, tot zo. Jo, jo. Hoi. Nou, die zal niet blij zijn met mijn bezoek. In Casa Gilles gaat alles zijn gangetje, hoop ik. Terwijl de regisseur ons even meeneemt langs alle woonaccessoires, zoals deze kaas en een keigezellige foto, en Peter in paniek raakt. Ik wil voelen haar aan mijn oor. Dat kan. Trek die er eens uit. Ik word gek van zo'n haartje. Ik word gek van andere dingen. Auw. Oh, dat is weg, ja. Ik wil dus gewoon een koffietje, meid. Ja. Moeten we even omspoelen, Nicole. Er zit nou dood water in. Waarom? Er zit dood water in. Water leeft niet, hè? Was getekend Nicole, de gelukkigste miljonairsvrouw van de Lage Landen. Een en al liefde. Ook tussen de lakens ketsen ze er lekker op los. En dat smaakt naar meer. Ik loop al een tijdje met een idee rond. Om een eigen bedrijf te gaan starten. Eigen bedrijf te gaan starten? Ja. De bedoeling is om een intimiteitsboutique te gaan openen. Houd erin. Ja. Lingerie. Crampjes. Seksspeeltjes. Nou, zou dat wel doen. Een beetje een hatsflats winkeltje worden dan. Dan moet het niet gaan uitstralen. Het moet wel gewoon echt vrouwelijk en chic zijn. Ik heb eigenlijk ook al wel een goede naam verzonnen. Oh, dan loopt er al heel lang over na te denken, zeg je. Ja. Ik denk Nicolleke.nl. En Nicolleke.be en Nicolleke.com. Oh, hoeft er niet naakt te poseren? Nee, natuurlijk niet. Oh, waar wil je beginnen dan? Ja, ik zat te denken in de grenspandje. Daar een winkeltje te beginnen met een webshop dan erbij. Ik denk dat de locatie wel goed is. En ik denk dat er en, ja, het staat leeg daar. Het staat nu niks te doen. En dat kan ik ook niet zo goed hebben, dat er niks staat te doen. Ik vind het wel een goed plan, Nicole. Ik niet. We verkassen naar het zonnige Spanje. En ik lul de tijd even vol, want de regisseur had kennelijk altijd al een reisreportage willen maken. Ah, nu zijn we dan eindelijk binnen bij Mieke en Johnny. Die er al jaren schuilen voor de Nederlandse winter. Kapitein, ik ga even boodschappen doen. Kijk, jongen. Papa komt zo terug. Ja, papa komt zo terug. Ja. Ik zie het ook. Maar, ik ga niks kunnen doen. Ik ga niks kunnen doen. Ja. Dag. Dag. Ja. Vergeet niet te bellen voor die boosterprik. Ja, is goed. Goed? Ja, oké. Okay. Die heeft gemakkelijk praten met zijn boosterprik. We wonen nu al 10 jaar in Spanje en ja, ik kreeg de taal niet echt onder de knie. Als een Spanjaard praat, moet je maar eens opletten, dan dat komt die spreken mijn tong tegen de gehemelten aan. Volgens mij zijn alle Spanjaarden geboren met die afwijking. Dat is een apart volksje, want dat praat allemaal. Ik ben helemaal normaal en nu moet ik hier doen alsof ik een afwijking heb. Ja, ja, voor mij kan dat dus niet. Gelukkig staat de techniek voor niks. Mieke heeft een vertaal-app. Hola. Hola. Momento, hè. Ik wil graag mijn boosterprik zetten en ik zou graag een datum hebben.
Me gustaría apagar mi Bluetooth y me gustaría tener una cita. Oké, ik laat mijn man later terugbellen. Oké, haré que mi esposo vuelva a llamar más tarde. Oké. Hasta luego. Hasta luego. Ik snap niet dat het nu niet gaat. Ik ben bij de kapper geweest en dat ging goed. Zoontje Mark gaat langs bij Park de Berkt. Daar heeft de manager in een overijverige bui elke 2 meter verkeersdrempels neergelegd. Hartstikke veilig natuurlijk, maar tegen de tijd dat je bij de receptie bent, ben je kotsmisselijk. Nou, zet Park nou niet op. Dat was drempel 1. Drempel 2. Dan zou Park nog steeds niet op. Nou, de slagboom naar binnen. Kom drempel 3 al, hoor. Nou, 50 meter verder, drempel 4. Goedemorgen, Richard. Hey, Mark. Hey. Je was er al. Goedemorgen. Ja, ik was al een rondje gereden. Ja? Oké. Ik heb de hele attributenlijst al klaarstaan. Ik heb alles voor je klaarstaan. Nou, is goed. Ik ga mijn auto aan de kant zetten. Ja, oké. Maar ik ben wel eens benieuwd hoe die gasten daar ervaren, met de fiets. Ja? Hey, vriendin. Oh, gaat je ook mee? Ja, ja, dat is ook goed voor jou een stukje lopen, hè? Wij gaan fietsen. Als ze in je kuiten bijt, hè, kan ik er niks aan doen, hè? Nou, ik hoop dat ik verzekerd ben voor die hond. Kom, we gaan. Nou, kijk. We blijven mooi in de eerste versnelling. Dat was zeker. Ja. Je ziet ook, we hebben speciaal voor jou een middenstuk gedaan. Ja, dus ja, maar langs de drempel fietsen, Mark. Klondertje. Zie je dat? En hoe doen we dat hier dan? Hier hebben we de tweede. Daar zit je keurig over. Kijk, hier keurig langs op, hè. Dat hebben we speciaal gemaakt. Volgens mij zit er gewoon een slag in. Keltes, dus, kon langs de drempels opfietsen. Ja, je kan er langs affietsen, maar niet iedereen gaat langs de drempels affietsen. Er lopen hier de hele dag mensen. Die mensen die lopen ook langs de drempels af. En als dan een fietser, ja, die gaat dan over die drempel heen. Maar ik heb nou al last van mijn kont. We moeten de skelter nog. En, ja, okay, we moeten alles nog even testen, hè? Nou, heb je skelter? Nou, we gaan met de skelter. In Casa Gilles zit Peter zijn eigen biografie te lezen. Voor de 38e keer. Hij krijgt er maar geen genoeg van. En in de keuken staat Nicole zijn bakje yoghurt te vullen. Die bolle moet namelijk afvallen. Kijk eens. Een koffietje en een ranje. Dankjewel. Pak je zelf geen koffie? Nee. Gezellig. Nou, dat zit weer in mijn maag. Mm. Ik zit er wel over na te denken om toch die maagverkleiding te doen. Die kijk ik al lang geleden wou doen. Ja, ik ben het er niet mee eens, weet je. Waarom niet? Kijk, met zo'n maagverkleining kan ik zo weer terug naar de 85 kilo wat ik toen woog. Jij vindt dat niet mooi, dan was ik te mager, zeg jij op de foto's. Ja, ik vind dat ook te mager. Schat, als jij 85 kilo weegt, dan ben je Peter niet meer. Dat is te veel van het goede. Nou, als we nou alvast naar de 100 gaan, hè? Ja, of de 110, dat is al 20 kilo eraf. Ja, dan ben je in ieder geval alvast een stuk gezonder. Ja. Dan ben ik al in ieder geval een stuk blijer. Blijer? Nou, voor mij ben je blij zat. Nou, ga Dick even bellen. Nou, FaceTime nog maar eens eventjes, ja. Dat is alweer lang geleden dat ik hem gezien heb. Ja, iets hij te zal, lang. Hij zal wel blij worden van me, dat geloof ik wel. Nou, weet ik niet of hij blij wordt van jou. Kijk eens aan, meneer Gilles. Ja, dat is alweer even geleden. Een hele tijd terug. Ja, ik bel je even op, want ik zat te denken aan de maagverkleining. We hebben het er al eens meer over gehad, maar... Ik vind het een eng ding om te doen, want je creëert levenslang. Maar Peter, jij herinnert nog een paar jaar geleden dat je 40 kilo bent afgevallen. Ja, 45 kilo. Maar toen kende ik Nicole nog niet. Ja, Nicole gisteravond was het ook weer friet of van die gebakken aardappels. Ja, uit de oven. Daar is niks mis mee. En een biefstuk van 200 gram. Nee. En mayonaise op tafel. Niet die van jou, maar gewoon weer een ander merk. Er waren ook nog andere mensen die wel gewoon mayonaise mogen eten. Ja, maar Nicole, die wilde allemaal mooi. Ja. Ik zou zeggen, kom gewoon een keer langs met Nicole. Dan zal ik je alles uitleggen over maagverkleiding. Maar we gaan eerst nog een weekje naar Spanje, dus we gaan er even helemaal los. Oh jee, doe dat dan toch niet, man? Ja, de vlucht is al geboekt, dus... Of, Nicole? Ja, dat is waar. Hup, dan gaan we helemaal los. En dan als we terug zijn, dan bel ik jou op en dan maken we een afspraak. Goed? Nou, bij deze. En geniet in Spanje, hè? Maar met mate. Niet met je mate, maar met mate. Grote vriend, ik zal aan u denken. Oké, okay, doe. Maar laten we nu alvast al beginnen met deze weg te zetten dan. Oh, wacht. Dat valt... gauw eentje en dan, ja. Niet te geloven. Dat is wel lekker. Om manager Richard te laten kappen met zijn drempelfetish... heeft Mark al over het park gefietst. En doet hij nu nog een rondje, maar dan... je verzint het niet met een skelter. Kom, geef je mee? Schat, daar. Kom,
Hey, niet zo hard! Jongen, doortrappen. Nou, Mark. Voelen we net alsof we weer jong zijn. Oh. Hoppa! Gaat goed. Nee, ik zal jou daar een probleem laten zien, Richard. Ja? Let op. Er komt een klein meisje aan met een loopfiets. Je papa en mama er niet bij, die lopen 30 meter achter. Die komt dat heuveltje niet op. En die stond huilend voor dat heuveltje. Met het loopfietsje? Met een loopfiets? Ja. Ja. Ja, die kan hier nou wel langs af. Maar we gaan daar een stukje naar verder. Oké. Ik ga langs de drempels op, hè? Ja, dat doe ik helemaal. Wow. Hier, met de wielen van de grond af. Ja, maar dat vinden de kinderen juist leuk. Nee, ik vind helemaal niks, Richard. Ik vind het gewoon veel te veel. Nee, maar Richard, die kinderen vinden het allemaal wel leuk. Maar ik denk dat die skelters er ook allemaal gewoon maar kapot gaan. Als je ja. Zo normaal overheen fietsen niet, maar... Nee. Dat valt op zich wel mee. Daar zijn ze echt voor gemaakt, hè? Nou, zijn bergskelters. Nou, we moeten er even verder iets onderzoeken dan. Zullen we even met de rolstoel gaan kijken? Maar dan ga ik daar zitten, hè? Maar dan ga je duwen. Ja, dat is goed. Zeg, als jij nou even erin gaat zitten, dan zullen we even met respect voor onze medemens, zullen we even gaan testen, ja? Nou, dus, we moeten over de drempel. Ja, dan is de grote kwestie van... Hop! Ja, gaat goed! Jongen, Richard. Ja, gaat goed. Dan snap ik zelf toch wel dat het niet veilig is. Nee, maar... Nou, ik ben benieuwd erachter, die helemaal op het einde. Maar als we er rechts voorbij gaan, dan wordt het wel wat lastiger. Plus erbij. Plus erbij, hier zit een heel gat, Mark. Oh, ja, dan hang je helemaal in dat gat, hè? Ja, laat maar op. Richard, die drempels die moeten weg. Kijk, en we vinden sowieso deze drempel. Ja, het is wel bergaf, maar daar ligt er weer in. Ja, daar ligt ook een drempel, daar ligt een drempel. Daar op die lange weg ligt een drempel. Er liggen zoveel drempels. We zullen even een plan van aanpak maken. Maar dan moeten er wel een paar weg, want dit is gewoon een doorn in het oog. Zou die het dan toch een keer leren? De kassa's hebben al maanden niet gerinkeld. De Parkers zijn namelijk uitgestorven. De wintermaanden staan traditioneel in het teken van groot onderhoud. Hoofdtechnische dienst Jan Pieter is verantwoordelijk voor al die werkzaamheden op Park Prinsenmeer. Mark besluit directeurtje te spelen. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Ik dacht, het is koud. Ik ga lekker op kantoor zitten. Ja, het is niet warm buiten. Nee. Wat ben je aan het doen? Ik ben even bezig met de reparatielijsten. Wat we nog allemaal moeten repareren in de caravans en chalets. Dus per caravan hebben we dat gecontroleerd eigenlijk, zeg maar. En daar schuiven we dan op wat er kapot is. En dan moeten we, ja, dan moeten we repareren. Maar ik ben wel eens benieuwd of die lijsten kloppen. Dat ze goed op hebben gelet, dat ze wel alles gezien hebben, alles op hebben geschreven. Dus als wij nou die lijst samen gaan controleren. Ja? Ja, nou, okay. Aan de gang. De kou in. Handschoenen aan, muts op. Dat is hem. Het is wel de winterstop, maar dat wil niet zeggen dat we in de wind slaap moeten zitten. Dus... Nee, nee. We zullen vlug aan de gang moeten met die lijsten. Miek en Johnny wonen op steenworp afstand van het appartement van Peter en de tortelduifjes zijn in aantocht. Als echte vrienden halen ze even een sopje door de tent. Dit soort vrienden wil ik ook. Ben er, hè? Hey. Ben er. Oh. Is het gelukt met de cadeautjes? Ja, ik heb een bloemetje meegebracht en een kaartje heb ik ook meegebracht. En voor Peter zijn koppertje ook. Wat zal ik erop schrijven? Welkom thuis. Ja. Gewoon welkom thuis. Wie? Johnny, ik schrijf erop welkom in Spanje in jullie schoon huisje. Ja, oké. Geef ook even op de kaart dat we het hoofd goed moeten insmeren, want het is hier wel warm, hè? Oké. Ja, als je hier in die zon moet staan, dan is zijn hoofd meteen aan het vlaarden. Dan hangen de velhouders er zo vanaf. Nu zijn pa zich nergens mee bemoeit, moet iemand de leiding nemen. En Mark denkt dat hij daar helemaal klaar voor is. Wat helpt is dat hij niet elke dag wordt uitgescholden. En zo groeit de manneke stukje bij beetje in zijn rol. Het golfkarretje staat hem. Het weer is drie keer niks, Jan Pieter. Nee, echt. Zo koud. Lijkt alsof de Noordpool zit, Jan Pieter. Nou. Heb je dan koude handen? Ja, ik heb geen handschoenen. Maar ik heb in ieder geval een winterjas aan. Ja. En een winterbakt, maar dat heb ik ook. Lijstje, Jan Pieter. 104. Nee, dit is 104. Buiten zie ik niks staan. Even kijken, wat staat er bij buiten? Nou, dat is niks, zeggen ze. Ja, dat is goed gekeurd. Denk ik. Ja, dat is niks. Oh, dat is wel iets. Was hier niet goed, dat trap is daar scheef. De trap is daar scheef, ja.
Een pen? Ja, natuurlijk. Trapjescherm. Nou, hier met een lijstje maar eens af. Woonkamer boven het klepje los. Boven het klepje los. Wat moet er nou met klepje los dan? Ah, hier. Ja, deze hangt los. Maar wat ik niet snap, Jan-Pieter, die kermis die horen in de winterstand staan. Ja. Ja, maar kijk eens hier. Als ze terug hangen, horen ze van de ramen afstaan. Kijk, de ramen zijn vochtig als waar. Zo krijg je schimmel in de gordijnen. Kijk hier, kijk, de vocht hangt hier in de ramen. Ja, ik kan het beter gewoon allemaal opnieuw gaan doen. Of allemaal zelf gecontroleerd. Ja, maar ik zie hier ook water. Ik weet niet waar de water vandaan is gekomen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Kijk, hier is een spiegel, die moeten we gewoon vervangen. Kijk, dat ziet er niet meer uit, dat is niet meer fris. Komt dat douche, dat vocht. Kijk. Ja. Wat is dat? Een asbak. Een asbak? Ja. Wordt dit een asbak en een niet-rokersaccommodatie? Ja, dat weet ik ook niet. Ze moeten wel goed opletten met de lijst invullen, maar ook met die asbakken. Ja, als dit niet-rokersaccommodatie zijn, dan boeken mensen speciaal voor. En dan komen die mensen binnen en dan staat er een asbak. Ja, dat is niet goed. Nee. En dan nemen ze ons niet serieus. Daar gaan we weer. Onze regisseur is kennelijk van mening dat ik iets over Spanje moet vertellen. Dus, let's go. Spanje ligt in Zuid-Europa. Je hebt er zon, palmbomen en winterbanden zijn hier nauwelijks te koop. Dit is een liftdeur. Zo. Zo. Zo, voelt u als thuis komen, hè? Ja, zeker. Heb ik het schoongemaakt, of niet? Ja. Nou, warm. Hé, hey, er liggen al mensen in het zwembad allemaal. Zeg maar, een bak koffie. Even het dakje open doen. Dat het zonnetje er een beetje bij kan. Zo. Nicole, kom erbij zitten. Ja, ik heb je koffie. Oh. Dan zijn ze allemaal ontzagen. Kom hier voor mijn rust. Liefje. De lepels zijn te kort, Nicole. Zeg je? Lepels zijn te kort. Even kijken. Kom hier voor mijn rust en zijn even ontzagen, denk ik, of niet? Oh, die nieuwe boom misschien. Voor als je het nog niet hebt meegekregen, Mark is de winterkoning van de vakantieparken en probeert zo goed mogelijk in papa's voetstappen te treden. Ik moet bekennen, dat gaat minder slecht dan ik dacht. Nou, buiten hebben ze niks opgeschreven, maar ook geen krulletje. Dus, nee, ik ook niet. 1, 2, 3, maar. Die klinkt is dan niet. Ja, die klinkt niet goed. We moeten een veertje even vervangen. Oh, dan gaat je wel niet. Ik ben een lijstje, man. We beginnen met de badkamer, Jan-Pieter. Ja. Geen luxe flex. Nou, hebben ze goed gezien. Ja, dat was niet zo moeilijk, hè? Nee. Oh ja, staat er een plaat onder de bankstuk. Nou ja, ja, dat ziet er ook niet uit. Nee. Ja, hebben ze gewoon afgebroken, hebben ze gewoon open proberen te trekken. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, er zitten 6 groeven in. Het ziet er niet uit. Het ziet er inderdaad niet uit, nee. Waar zijn die kussens hier, Jan-Pieter? Die zijn weg. Ja, hoezo weg? Ja, die zijn ze aan het schoonmaken. Oh, die zijn ze aan het schoonmaken en zijn ze dan niet weg? Ja, die hebben we in de loods liggen. Daar zijn ze bezig met die kussens allemaal te stormen. Nou, gaan we daar eens even kijken. Wie is er mee bezig? Dat is Ella mee bezig. Ella, jullie vrouw? Ella? Onze vrouw, ja. Kijk, dan gaan we daar eens een gesprekje mee voeren. Gaan we eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja, dat is goed. Oh! Ja, weer eentje. Ik denk dat ze overal gaan instaan. Ja, ik denk het ook. Dat is niet goed. Dan gaan we daar, doe het maar in een zak, dan gaan we daar erg mee confronteren. Want die is van de schoonmaak. Ik zal nog eens wat over Spanje vertellen. Want onze regisseur is nog niet zover dat we kunnen overschakelen naar het appartement. Het is hier fantastisch. Start scène. Nou. Een kleine haartje, hè? Hm. Bibbert. Au, is het niet vuil? Nee. Is wel. Dat is het haartje wat ik niet uitgeplukt krijg. Heb je er ook lange haar onderuit of niet?
Ja. Fadja, Mieke en Johnny hebben ook nog een kaartje en bloemetjes neergezet. Waar? Op tafel binnen. Ik heb het niet gezien. Klein plantje zeker, omdat ik er zo voorbij afgelopen ben. Huh? Lieve Peter en Nicole, welkom in Spanje in jullie schone huisjes. Kus, Mieke en Johnny. Oh, ze heeft er ook zonnebrand bij gezet. Ja, voor mijn kaal hoofd. Nieuw gezicht. Ai. Zo. Nou, ik zal Mieke eens even facetimen. Ja. Mieke. Hallo. Hallo. Ik zie niks. Ja, daar is ze. We zijn er. Dankjewel, hè, voor het kaartje en voor de plantjes. En voor het schoonmaken. Voor het schoonmaken hier. Ja, gedaan. Wat blijft het smeren, hè, met dat zonnetje? Ja, Nicole, ik heet hem al ingesmeerd, mijn bolletje. Ja. Dus, dat is goed. Dus we kunnen lekker in de zon gaan zitten op het terrasje, hè? Jongens, tot straks. Zo ziet het er van bovenuit. Chalets of caravans, ik weet het verschil nog steeds niet. Deze dame is hoofdhuishouding, Ella. Tevens vrouw van JP. Zij ontfermt zich over het witgoed, matrassen en de kussens. Waar is ze bezig? Hier aan... Hier binnen, zo te horen. Kijk, ik hoor al een apparaat. Hallo. Hallo. Den dobre. Den dobre. Dag Tam. Dobre. Dag. Ietje. Ietje. Dag. Nou, toch fijne. James Carabotte halen. Effect super. Ja, nou, het is fijn dat jullie Pools met elkaar praten, maar daar versla ik niks van, hè. Maar wordt het niet een keer tijd dat jij ook eens Pools gaat leren? Ja. Dat is toch wel makkelijk, denk ik, voor jou. Ja, dat denk ik ook wel. Er wordt misschien wel eens een keer tijd voor. Maar tijd is geld en tijd heb ik eigenlijk weinig. Als je maar zo'n vertaal app, dan kom ik er ook wel. En anders mijn handen en voeten komen ook heel ver. Kijk, ik heb zo'n app. Even kijken, hier. En je zegt dan iets, dan vertaalt je dat even in het Pools of in het Nederlands. Net hoe je dat wil. Hallo, hoe gaat het met de schoonmaak? Jak, itzi, srap, spratsani. Dat is niet helemaal goed. Spontane. 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 Nou, daar staat heel iets anders. Hè? Ja, maar zo spreek je het uit. Ja. De S spreek je eigenlijk niet uit. Oh. Zo heb ik het ook ooit geleerd. Ja? Ja, alles, allemaal woordjes en dan zinnen. En met welk woordje ben je begonnen dan? Dat weet ik al niet meer. Hoe krijg ik jou het bed in? Nee, dat was niet het eerste. Nee. Zappel niet, kapoppel niet. Oh ja. Asbak. Oh. Dat was het begin. Asbak. Hij was een asbak? Popelnitschka. Popelnitschka? Oh, goed zo. Popelnitschka. Problemen. Problemen. Omdat? Nico 105 en Nico 106. Ja. Problemen. Staan daar in de kasten. Oh. En wat problemen? Wat problemen? Omdat? Daar mag niet roken, zeker? Ja. Oh, oké. Okay. Wat betekent niet roken in het Pools? Nie palić. Nie palić? Nie palić. Nie palić. Nou, nie palić, maar wel asbak. Nie palić. Ja. Maar wel een asbak. No, sorry. Is niet goed. Nee. Oké, okay, nou, bedankt voor je tijd. Ja, en, graag gedaan. Als ik nog een Poolse les wil, dan kom ik thuis los de koffie bij jullie. Kijk. Top. Houdoe. Houdoe. Als je geen brood ziet in dat Spaanse vreten, kan je goed slagen in deze tent. Hier spreken ze gewoon Hollands en het culinaire aanbod komt uit de frituurpan. Peter en Nicole zijn door Mieke en Johnny uitgenodigd voor de lunch. Oh, daar zitten ze al. Oh, daar zitten ze al, ja. Hallo. Ze al. Hallo. Veel te lang geleden. Hier hebben ze goede friet dan. Ja. Ja, hier hebben ze goede friet. Ja? Ja. Ja. De betere frituur. Ja, dat is hier ook massa's kassa, dat heb ik al gezien. Eén frikandel verkopen is niks. Nee. Maar 4000, dat maakt niet veel. Onze vrienden hebben honger en pakken dit grondig aan. Flikker op met je tapas. Passie kibbeling is hier lekker. Kibbeling filetjes zijn hier lekker. De hot wings zijn hier ook heel goed. Halve kip met frietjes. Dat is ook nog lekker. Wienersnitzel. Lekker bekje is lekker. Hot wings vind ik hier lekker. De kroketten vind ik hier ook lekker. Frikandel is hier lekker. Is het niet goed, want ik kan het beter zeggen. Nee, ik vind het... Helemaal klaar. Jullie vier eten toch nog meer? Ja. Beste vriend, doe mij een friet speciaal.
en 2 frikandellen speciaal. Zullen we Dick even videobellen? Nee, Dick hoeft dat niet te weten. Ik ga niks met Dick overleggen. Dopje op mijn neus. Nou, dankjewel voor de schoonmaak. Ja, zeker. Proost. En gezondheid weer. Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Nou, weer blij dat we in Spanje zijn, hè? Op Prinsenmeer nota bene, waar Mark zijn spaarpot heeft stuk geslagen voor een typisch stukje jongensbeleving. Een speelgoedhelikopter. Ik weet nu al hoe ons papa gaat reageren. Weet u wel hoeveel stroom dat kost? Kerel! Kijk, deze hier, Jan-Pieter. Ja. Wat een mooi ding. Dat is wel een mooi ding, ja. Net echt. Nee, nou, ik heb geen hoofd oprecht. Wat een mooie... Er zit alleen geen deur in. We gaan er wel om doen dadelijk. Ja, lijkt me wel handig, ja. Wat is dat? Is dat een knop van het schietstoel? Nee. Waarom heb je dat ding eigenlijk gekocht? Dus pap die ging een heli-platform maken met kasteel. Oh. Maar hij zag nog een helikopter en toen kwam ik dit ding tegen. Ik denk... Ik kan niet eens oefenen. Maar Leo, hij moet wel even getest worden, dus ik stel voor dat jij erin duikt. Dan kijk ik mooi waar beneden staan. En, Ik ga link. Ik vind wel lekker even moet proberen als je iets koopt. Nee, echt niet. Maar ik red het niet zo gek. Nee. En dan trek jij de dingen, dan gaan we eens nuttig. Nee, durf zelf ook niet zo. Nee, we gaan ook wel op de noodstap. Nee, jij wel. Jou ken ik al langer dan vandaag. Ga jij mee? Nee. Ik ga er nee, ik ga eerst eens even kijken hoe het je omhoog gaat. Nou, Leo de dingen, dan starten wij. En dan kunnen die wiekers ook draaien. Ja? Ja, dan stijgt het natuurlijk niet op, hè. Het is hoog mogelijk dat ik kan laten zien aan ons pap wat ik gekocht heb. Nou, riemen vast. Heb je een parachute bij, Leo, als het mis gaat? Ja, zeker. Oh, nee, dan is het goed. Ja, komt goed, Leo. Kijk eens, bomen en vlaggen. Hebben ze allemaal in Spanje. Treintjes trouwens ook. En de onvermijdelijke koopgroot ramvol prularia en on-Chinese merkartikelen. Inmiddels weten we dat Peter hier niet voorbij kan zonder te onderhandelen. Oh, kapsalon. Knip, knippen. Hallo. 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 Word ik gek van de geluid heel de dag. Heel de dag toch. Ja. Oh, zelfs. Hallo. Hallo. Wat jij wilde. Zo gewoon een witte en een zwarte. Nou, kijk dan even. Is dat wel een sjaal? Is dat geen handdoek? Nee, dat is wel een sjaal. You have this one in white? White? Blanco. Ja, blanco. Dit? Nee, die niet. Deze. Met bloemetjes. Ah. Ja. Wat kost een sjaal? How much? 8 euro. 8 euro. Wow, vind ik wel geld. Ik wil de kraam niet hebben. Ja, ik vind deze ook wel mooi. Ja. En als we 3 pakken, how much dan? 3? Hij hey, is wat prijs. Hij zegt 8 euro is een goede prijs. Ah, maar we niet hebben. Leg maar terug. Oh. 3 voor 15 moeten zeggen. Wat ook is? 3 voor 15. How much dan? 2 voor 15. 2 voor 15, zegt hij. 3 voor 20. 3 voor 20. 21. Oké. Okay. 21. Nee, niks in 21. Okay. Ja. Yes of no? Oké, okay, no problem. Okay. No. This one? Ja, the black one? Nicole zegt je opschiet. Ja. Kijk, aan de tent weer sluiten. Ik heb de omzet weer binnen voor vandaag. Ja. Nou ja. Alibaba, hè? Alibaba. Alsjeblieft. Nicole. Ja. Een bandito. Dankjewel. Bye bye. Bye bye. Dat hebben we mooie sjalen, hè? Zeker. Op dat uitgestorven park Prinsenmeer gaat het nieuws als een lopend vuurtje. En broertje Ruud, Samir en Peters rechterhand Frans laten zich zo'n ritje in de helikopter echt niet door de neus boren. Hé, hey, goedemiddag. Hey, middag. Mooie helikopter, of niet? Dat is een mooi ding, ja. Leo, heb je er ook al een klap van gehad? Godverdorie nog. Die ging echt de lucht in? Ja, als het goed is wel, dan gaan we nou uitproberen. Maar heeft hij wel genoeg, genoeg kracht om jullie papa mocht te krijgen? Dat weet ik niet, maar dat gaan we dan wel zien. Ja.
We gaan eerst kijken hoe Leo eraf brengt. Samir, ga er mee in. Zo, jongens. Hey, Samir, succes. Succes, nou, ja. Succes, Samir. Goeiedag, meneer. Hey, Samir. Ja. Ja. Leo, richting Egypte, hè? En ik kan onderweg die muts eruit gooien als het weer bitter weer wordt. Ja, is goed. Ho! Oh. Ik ben blij dat ik er niet in doe. Ik heb echt hoog. Ik heb nou al hoogtevrees als ik naar sta te kijken. Kijk hoe hoog dat je gaat. Kan dat niet harder? Nee, zo is het goed, vriend. Als ik erin zat, had ik toch een leier aangetrokken. Als we de afgelopen tijd iets hebben geleerd, dan is het dat Peter en Nicole enorm van het hatsenflatsen zijn. Nicole begint zelfs haar eigen seksshop en wil wat inspiratie opdoen bij de lokale exploitant. Oh, hier dan een machine. Machine uit de muur. Leg het bij ons frikandel in. Blikjes cola staan erin. En dan als je één etage naar boven gaat, gaan ze los. Ik vind het wel een goed idee. Hè? Ja. Want die dikke zetten niet dorst. Naar de daad. Hola. Klop, klop. Hier hebben ze allemaal nog van die videobanden. Wat zijn dat? Ja, dvd's. We hebben nog ineens geen dvd-speler meer. Fucking ziek hier. Ja, dit is echt zo'n ouderwetse winkel. Ja. Een gevechtspak. Een vechtspakje. Het is wel een leuk pakje. Wat is dat? Swallowing. Dat betekent doorslikken. Deze echt zo'n ouderwets winkeltje zoals ik het niet zou maken. Nee, zo, dit wil ik ook niet uitstralen, zeg maar. Nee, wel. Zo zie. Dan vind ik, bij mij moet het meer glitter en glamour en veel chiquer zijn. Dan hebben ze een Zorro setje. Misschien iets voor jou. Oh, cabina's. Hier hebben ze ook hokjes. Ja? Staat daar boven. Oh, omkleedruimte. Dit trekt me niet. Playboy pakjes. Hoe zou jij het dan maken? Nou, ik zou het veel chiquer doen. Ja, dat niet moet zo. Het sowieso veel chiquer worden als dit. Deze winkeltje van 50 jaar geleden. Ja, precies. Kennis opdoen is ook altijd wel oké. Nou, dan hebben we in ieder geval zo'n vendingmachine. Ja, dat idee hebben we in ieder geval vast opgedaan hier. Thank you. Bye-bye. Adios. We blijven nog even bij de speeltjes, maar dan de Toys for Boys. Een nutteloze constructie met een helikopter erop. En zeg nou niet dat het gewoon een draaimolen voor volwassenen is, want dan zijn ze er meteen klaar mee. Zal papa eens even facetimen? Hallo, hallo! Ja, hier is Kou. Hey pap, ik had een vraagje. Hoe is het met je heli-platform op het kasteel? Is het al klaar? Nee, het is niet klaar. Ik ben geen rustig aan. Ik heb een helikopter gekocht. Het is wel een bestuurbare. Leo en Samir zitten erin. Ze kwamen allemaal even kijken. Ja, die kwamen even kijken. Dat ding dat kwam hier binnen, dus ze kwamen allemaal even kijken. Dat is wel een mooi ding, Samir. Ja, het is echt wel een mooi ding. Een mooie eyecatcher. Een meter of 10. Leo, doe eens een stukje vliegen. Hier, hij gaat nou vliegen. Hé, hey, alles goed? Ja, is goed. We gaan maar aan het werk. Groetjes, fijne vakantie. Hey, hallo. Dus, nou, dan gaan we weer aan de gang. Ik hoop het. Ja? Ja. Dus, oh, het begint te regenen ook nog. Hartstikke mooi, Leo. Hallo. Samir, hallo. Handrem niet vergeten! Volgende keer in Massa-ijskassa komt dat ding nauwelijks van de grond. Nou. Ja, ik denk dat we overgewicht hebben met z'n tweeën, dus... Stort Nicole zich na vele mislukte pogingen opnieuw op een project met onwillige eenden... Dat is ook de laatste eenden, want als die weg zijn, dan komen er nooit geen andere meer, hè? En krijgt zoontje Mark ouderwets weer op zijn falie. Halleluja! Ik niet snap, hè? We hebben die tent ingericht en er zit een sticker nog op de bank. Oh. Ik zo ga met mijn spul om, Mark. Dat werkt zo niet. Pas op jezelf, beterschap voor als je ziek wordt en tot de volgende keer. Houdoe!